Nou, GTC kwam natuurlijk op mijn pad. Yes. Jullie kwamen op Indra en je dacht, hé, daar moet ik Ronald Deel voor vragen. Maar wat nou als je zelf heel graag in GTC wil spelen? Als figurant of als een grote vaste rol? Ja, nou, we hebben zeg maar eigenlijk Goede Tijden wordt gecast door twee bureaus. Groencasting, dat zijn wij, casten alle rollen met tekst. En maar je hebt ook het castingbureau, BNF Casting, die casten de figuratie. De figuratie zijn de rollen zonder tekst. Ja. Dus als je wil figureren, BNF. Ga naar BNF. Ja. En als je een rol wil, wat heel belangrijk is, jij had natuurlijk geen camera-ervaring, maar wel heel veel ervaring als actrice. Ja. En dat is belangrijk, dat je acteerervaring hebt en eigenlijk een opleiding. Ja. De manier van werken is, nou ja, eigenlijk sowieso niet alleen bij Goede Tijden. Belangrijk dat je dan weet, ja, wat je moet doen. Wat je ja. moet doen. Ja. Techniek is heel belangrijk. Acteren is echt een vak. Dus zonder acteerervaring of opleiding is het heel moeilijk om een rol te spelen. En zeker in GTC, omdat het allemaal gewoon te snel gaat. Niemand heeft er tijd voor eigenlijk. Ook de kleine rollen proberen we echt in te vullen met mensen die veel ervaring hebben en een opleiding. Omdat het misschien nog wel inderdaad wel moeilijker is om zomaar ineens op zo'n rijdende trein te springen. Ja. En maar te leveren. Te leveren bij Ludo. Ja. Die je dan anders gewoon opeet. Ja. Echt, ja, die is zo goed. Ja. Dat je moet gewoon. Je moet echt gewoon zo'n scène kunnen spelen. Ja. En dat is net als, net als een loodgieter. Of als. Het is wat dat betreft vind ik het net zoals met een live performance. Je moet het dan gewoon doen. Ja. En dan heb je misschien 3 of 4 scènes er dan voor. Ja. Of takes. Maar dan is het klaar. Dan moet je het wel gedaan hebben. Ja. Dus. En je moet weten waar je het vandaan moet halen. Ja. Je moet begrijpen wat een regisseur tegen je zegt. En hoe je dat dan dus kan vertalen naar jezelf. Om op die manier dus die scène dan ook in te zetten. En die rol op die manier te spelen. Dus, ja, en daar moet je wel ervaring in hebben. Dan moet je ervaring in hebben. Mocht je ervaring hebben en een opleiding, dan kan je altijd kijken op groencasting.nl en laten weten dat je heel graag een Goede Tijden wil. Want dan zijn we natuurlijk hartstikke geïnteresseerd. Ja, dat is leuk. GTSD, de podcast.